Hans Somers, gefeliciteerd met je 30-jarig jubileum. Ja, dankjewel. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is een bijzonder jaar. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat ontwikkelingen geweest wat betreft de samenwerking met Frank Ferrari. Een man die in het Nederlandse vak natuurlijk best zijn wort als hij verdient. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik tegen hem aanliep, toen zijn we eigenlijk weer een nieuwe start hebben gemaakt. Een nieuw product. De laatste die ik bij jullie gelanceerd had was Lieve Liefste. Het werd hoog tijd voor een nieuw stuk. We hebben een nieuwe single uit. En ik doe maar meteen de titel noemen, want ik zit er nog steeds vol van. Waarom ben ik zo in de war, heet het liedje. Als je 30 jaar in het vak zit, heb je een heel verleden. Ik bedoel, ik ben in 1985 bij Veronica natuurlijk doorgebroken. En nu eigenlijk de afgelopen jaren hebben we een prachtig podium met TV Oranje natuurlijk. En eigenlijk, ik voel me veel meer op mijn gemak de laatste jaren. En ik heb dan toch wel het gevoel dat dat te maken heeft met ouder worden. En de mensen moeten maar naar het liedje luisteren om precies te weten waar het over gaat. We gaan maandag starten met onze jubileumtour. En dat betekent eigenlijk dat we in de regio Rotterdam, hè, mijn geboortestad natuurlijk, daar vandaan gaan wij eigenlijk een tour doen. En ik denk dat dat zo'n 50, 60 plekken oplevert waar we echt ons jubileumprogramma gaan beginnen. En dat betekent 30 jaar liedjes van Hans Somers. Dus van Als een Vogel, hè, mijn eerste grote hit, tot aan Lieve Liefste. En nu dus, waarom ben jij zo in de war?